Waar je hebt een appel. Welkom allemaal vanavond hier. Als u achter u kijkt, ziet u van kunstenares Nettie Geleisteen. Die heeft hier een afdruk gemaakt van de Dam. Dus hier zijn we, om het zo maar te zeggen, verbonden ook met de Nationale Dodendenking op de Dam. Mobiele Dam, ja, want ik heb 1025 vierkante meter afgedrukt. En daar heb ik dan die doeken van gemaakt. En die kun je dan ergens anders neerleggen. Toen Willem-Alexander en Maxima ten huwelijk traden. Toen was de Dam afgesloten voor een deel voor het algemene publiek. Maar de Dam is natuurlijk het Nationale Plein. En dat was de bedoeling dat er dus een alternatieve Dam kwam waar iedereen kon zijn. De Indische buurt is een diverse buurt. Het samenkomen in deze buurt laat zien dat het thema vrijheid in elke gemeenschap leeft. Op het moment is er zoveel haat in de wereld, terwijl de bedoeling is dat wij samen één worden. Vrede is de levensadem. Ja, dat wij actief werken aan onze democratische vrijheden. De bloemen die wij hier neerleggen zijn voor hen. Die hebben gevochten voor onze vrijheid. En als die nou straks hier naar de herdenking, gaan we hem opruimen. En dan ga ik hem volgende week in de waaier op het Obiplein hangen. En dan komt ook, waarschijnlijk komen dan klassen van de Flevo Parkschool ook kijken. Die hebben eigenlijk deze ceremonie geadopteerd.